Like challenge. Ik geloof niet dat jullie deze video sneller kunnen liken totdat Ronald McDonald's ineens opgeruimd is van deze kamer. Want ja, hij ligt wel een beetje in de weg, mensen. Vergeet niet te abonneren, druk naam met het belletje aan. En ja, weet je, we gaan lekker beginnen met de video. Ja, ik vind het wel vervelend dat Ronald hier ligt. En weet je, we gaan lekker slapen in de caravan. Dus, welterusten. Oh, goeienacht. Ik hoor toch allemaal rare dingen. Ik hoor de kinderen schreeuwen. Wat is er toch aan de hand? En het sneeuwt ook een beetje. Oké, mensen, we gaan eens even rondlopen. En ik zie dat mensen rennen. Huh? En... Cartoon Cat? Hoorde ik jou net schreeuwen? Yo, Toon Cat, wat is met jou gebeurd? Hallo? Huh? Hoezo? Wat is er gebeurd? Hoe kan Cartoon Cat hier vermoord zijn? Wacht eens even, we gaan erop af. Zie daar een jongen rennen. Wat gebeurt er? Huh? Kan het niet goed zien. Gaan er even achterna. Huh? Wie doet dit? Kermit? Nee! Hij mag me niet zien, hij mag me niet zien, hij mag me niet zien. Huh? Wordt er een kind vermoord? Kermit? Heb jij daar al de tijd iets mee te maken? Nee. Oh, Kermit. Shit, shit, hij mag me niet zien. Arme jongen. Arme jongen. Dus Kermit heeft er iets mee te maken, hè? Dilly, ik weet wel dat je achter de boom zit. Oh shit, hoe heet hij dat? Oké, we moeten even niks ontkennen. Je zegt dat je niks ontkennen bent, maar je bent zo dom, je zegt het zelf! Oh shit. Kermit, ik weet het, ik ben inderdaad misschien een beetje dom. Oké, en... Maar Dilly, weet je wat? Je bent er kuit ingeluist. Wat denk je nou, Kermit? Dit vind ik niet netjes, hè? Serieus, blijf daar. Wegwezen. Leef je nog? Jij denkt dat ik geen wapens heb. Oh, wow, 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 wow. Zeg nooit, nooit. Hoe leef je nog? Ik weet, je bent goed in ragdollen. Maar dat is niet de bedoeling. Oh my god. Oké, blijf. Blijf staan daar. Oeh, hoe wil je blijven lopen? Dacht het niet, hè? Waar ben je mee bezig dan? Hier. Oh shitjes. Nee. Au. Au. Waar denk je van hier, Dilly? Nou, wat ik denk. Jij gaat er gewoon. Nee. Au. Au. Help. Au. Ik word helemaal in elkaar geslagen. Had je niet moeten flikken, Dilly? Wat denk je van hier, Kermit? Hier. Krijg jij de volle laag van mij. Sukkeltje. Wegwezen jij. Hé, jij wilt dood, hè? Oh my god, hoe heeft hij 9 levens? Oh. Hoe leef jij nog? Jij krijgt een volle laging over je, jongen. Ik voel het toch allemaal niet. Huh? Hoe voelt hij dit niet? Zoals ik al zeg, ik heb 9 levens. Oh shitjes. Huh? Ben je nou wel dood? Volgens mij is hij dood. Hè? Huh? Deze voel je wel, hè? Kermit. Misschien dat ik je hoofd geraakt heb. En dat komt maar goed uit. Tjonge, jonge, jonge. Wat dacht je maar niet mee bezig te zijn? Het is ondertussen alweer dag, jongens. Oh my god. Volgens mij is Kermit nu wel dood. Zo, Kermit. Wat dacht je wel niet, hè? Dus jij dacht een moordenaar uit te kunnen hangen. Wat ben jij sneu. Hier. Au, help! Kermit. Je bent... Ik dacht dat je dood was, maar je leefde in ieder geval nog. Maar waarom heb je dit gedaan? Leg nu uit aan mij. Nou, het begon zo. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Maar ik word al lange tijd onder druk gezet. En ik vond het wel eens de hoogste tijd om... Ja, ik weet niet, ik had gewoon geld nodig. En ik wou het ook voor jou doen. Verzag, op een gegeven moment niet verkeerd. Maar als jij dat wist, was ik bang dat je dat tegen de politie zou zeggen. Oh, dus je hebt het voor mij gedaan. Daarom sloeg je, meneer. Dus dat was niet de bedoeling. Kijk, je mocht van niks weten. Ik was bang dat je erachter zou komen. Maar daarom heb ik dit gedaan. Ben jij heel serieus? Weet je dit echt zeker? Wat je hebt gedaan, je hebt bijna moord op mij gepleegd, hè? Ja, dat weet ik. Echt heel erg sorry daarvoor. Oké, Kermit. Weet je wat? Blijf maar lekker liggen. En stel maar gewoon. Nou, ik moet even slapen. Nou, dat is helemaal goed. Ga maar lekker liggen, jij. Wel trusten, Kermit. Oké, dus er zit iemand achter. Oh, trouwens, Kermit, waar ligt dat? Het is best wel een groot gebouw eigenlijk. Oké, dankjewel. Dan gaan we daar nu naartoe. Het is namelijk bij de slager. Bij de slager? Interessant. Weet je, wij gaan erop af. Oké, guys, in ieder geval is dit de locatie door gekregen. Laten we gaan kijken in deze locatie. En oh mijn god. Ik hoor dus kinderen schreeuwen hierin. Dat vind ik wel een beetje raar, man. Ik hoor ook allemaal kippen. Ja, dat is heel logisch. Die zitten hier allemaal. Wat schreeuwende mensen. Waar komt dat geluid vandaan? Kan ik hier niet overheen klimmen? Echt niet. En die wezen, er
Dus voor me helemaal niks aan de hand. En... Oh, ja, ik zit even rond te kijken. En hoe heet ze mijn naam? Nou, dat is niet waar, maar oké. Okay. Ja, daar is dus een man die aan het praten is tegen mij. Oh, al die kippen hier ook gewoon. Ik vind het wel echt triest om dit zo te zien, dit, weet je dat? Ik weet niet, ik word hier na van, man. Oké, okay, we gaan verder. Let's lure. En wat is hier allemaal? Oké, okay, hier is dus gewoon... Ik hoor weer het schreeuw van een kind of zo, lijkt het wel. Oh mijn god. Blijven lopen, we blijven gewoon op onze tanden bijten, ja? Hoppa. Kijk, we sliden er gewoon overheen. Niet dat echt nodig was of zo, maar hè. Even stoeven, joh. Weet je toch? En hier moet het dan zijn, toch? Hier moet de grote baas zijn. We gaan hem even aanpakken, ja? Let's check it out. En... Huh? Is dat de grote baas? Yo! Of is het gewoon... Amai! Huh? Wat doe je? Dat is zo'n geluidsapparaat? Dat is wel heel raar trouwens. Dus je zit in Piggy. Kermit heeft hier wel iets mee te maken, hè? Hij was er allemaal op voorbereid. Dus ja, ik weet het zeker. We gaan erop af. Let's go. We gaan weer naar huis toe. Oh mijn god. Er komt een trein aan. Dat is niet de bedoeling. Nee, man. Oké, we gaan weer terug. Oké, guys. We zijn dus bijna thuis na een heel lang werkdagje. En ik ben het helemaal klaar mee gewoon. Ik ben kapot en ik ben dood bijna. Hoe kan dat? Geen idee. Voor mij was ik aangevallen door een leeuwnet. Ja, dat was allemaal gebeurd, maar ik heb niet vastgelegd. Best jammer eigenlijk. Maar in ieder geval, ik ben wel heel blij dat we bijna weer thuis zijn. Ik weet niet wat het is, maar... Ja, Kermit heeft hier wel iets mee te maken, of niet? Ik twijfel hier een beetje aan. Of is het een lokhaas of zo? Ik weet het niet. Een... Huh? Wat komt... Sirenhead? Kermit, hè? Die is hier op voorbereid dat Sirenhead hier is, zeker, of niet? Oh, wat is dit voor iets raars? Ik weet niet of Kermit nog in de caravan is. Want ze laten even weten als jullie dat denken. Help, help! Oh my god. Kan ik het niet even neersteken of zo? Hier, niet doen. Sirenhead! Auw! Blijf weg, blijf weg. Nee. Gozer! Jezus, je bent huge! Oké, wegwezen. Dit is niet de bedoeling, guys. Sirenhead die wil me gaan pakken, ik weet het zeker. Maar dat laten we niet allemaal gebeuren. Hè? Blijf! Nee! Blijf weg! Nee! Sirenhead, wat denk je wel niet mee bezig te zijn dan? Is hij al dood? Sirenhead? Waar is hij? Huh? Sirenhead? Huh? Oh, daar is hij ineens! Wat denk jij? Huh? Ik vind het heel raar dat Sirenhead... Is hij dood? Ja? Of, hè? Wat doet hij allemaal raar? Hij is toch dood, hè? Sirenhead is niet wel hartstikke dood. Dat is een feit. Weg van Sirenhead. Oh mijn god, wegwezen hier. Wat deed Sirenhead in één keer in het bos? Dit is raar. Normaal zie ik Sirenhead nooit in een bos en ineens zag ik hem. We gaan Kermit erop aanspreken. Ik ga hem vermoord als hij er is. Ik denk dat hij gewoon weggelopen is, hè? Ik weet het bijna zeker. Kermit, we komen je halen. Oh mijn god. Huh? Nou ja, ik ben benieuwd wat hij te zeggen heeft. Want dit vind ik niet netjes. Denk je dat Kermit erin zit? Ik denk het niet, maar we kunnen altijd even kijken. Kermit, nu heb ik je. Hè? Huh? Shit. Kermit! Ja, waar ben je verstopt? Hè, huh? Waar zit je verstopt? Oh, hij is helemaal niet ergens. Oké, okay, hij is het toch niet. Ja, dan heeft het geen zin. Ik kan wel op saus blijven wachten, maar... Ja, en... Wacht, ik hoorde wat of zo. Dilly dilly dilly! Ik ben even over de intercom. Huh, Kermit? Waar ben je? Nou ja, ik wil even graag melden dat ik niet in deze caravan ben. Maar, ja, ik hoop dat je de baas hebt gezien. Ik, ben eventjes op pad. Oké... Okay. Maar Kermit, wil je nou serieus geld verdienen? Ja, Dilly, het moet. Nou, ik vind niet dat dat moet. Maar goed, als jij dat vindt, op deze manier... Nee, man. Ik ben hier echt niet chill mee gewoon. Daar kan er geen rol schelen! Mij wel. Oké, okay, Dally. Dan weet ik dat ook weer, hè? Goeie vriend ben je, zeg. Oh, waarom ben ik nou weer zo'n slechte vriend? Mensen, ik weet niet wie er iets mee te maken is. Zou Kermit het wel zijn of niet, mensen? Laat het achter. Of wordt Kermit inderdaad misleid? Ik vond wel heel verdacht dat hij zei dat de baas daar was, bij het slachthuis. En dat vervolgens Piggy daar dood lag. Vond je dat niet een beetje verdacht? Of niet? Laat achter, mensen. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie reacties. Later. En liken.